Hey guys, welcome to a new video. As you can see, we're at Home of Hardcore right now. We're doing a really cool behind the scenes video. We're doing interviews. Of course, there's sets going on. Stay tuned and I hope you enjoy. Hey allemaal, ik sta hier vandaag bij de stream van Home of Hardcore, Harmony of Hardcore. We gaan even kijken hoe het er allemaal uitziet. En natuurlijk wilde ik jullie een behind the scenes geven. Dus ik ga nu naar binnen en ik ben heel erg benieuwd. Hallo! Hoi. Michael, wat doe jij hier? Ik kom filmen vandaag voor de livestream. Dus, Ja, dus je bent cameraman? Ik ben cameraman, ja. Kan jij misschien nog laten zien waar je momenteel mee bezig bent? We zijn momenteel bezig. We hebben net alles opgezet, dus alles staat klaar. Mm-hmm. We gaan dadelijk testen, dus op dit moment ben ik niet heel veel aan het doen. Even pauze, goed water drinken natuurlijk. En dadelijk gaan we alles testen. Dan gaan we zorgen dat alles perfect loopt. Nou, met hoeveel camera's worden gewerkt? Zeven. Zeven. Ja. Oké, ik ga naar de volgende, dankjewel. Yes, succes. Ja, vertel, wie ben je en wat doe je hier? Yes, we zijn hier bezig voor Filmatic. We gaan een livestream filmen. Zoals je ziet hier de camera's achter ons al. Dit zijn de handheldcamera's. We hebben nog een paar camera's op statief. Ja, zeven totaal hoor je? Zeven volgens mij inderdaad, ja klopt ja. Dus we gaan ervoor zorgen dat alles mooi op beeld komt. En als je de locatie hier ziet, dit is natuurlijk een schitterende locatie. Dus ik denk dat het een mooie stream gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Zeker, alsjeblieft. Wat denkt u? 700 watt piekjes. Nou, dit is George, hoorde ik net. Zeker, hallo. Wat doe je hier vandaag? Nou, ik ben verantwoordelijk voor al het licht hier. Ik zorg vanavond ook voor de show. Dat alles ook goed opgenomen wordt, alles goed op beeld komt te staan. En dat inderdaad straks de livestream ook goed over gaat komen. Ja, want wat hebben we hier een beetje staan allemaal aan show vandaag? We hebben sowieso een hele berg vlammen en special effects staan. En ook hebben we alle tonnen per stuk uitgelicht. Zodat straks als het inderdaad donker wordt, dat je echt heel mooie effecten krijgt. En dat de artiest ook wel mooi in het licht staat, ook dat is mijn werk. Ja, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het zien zo. We gaan het zien. Succes vanavond. Ja, dank je ook. De artiesten die staan hier boven straks te draaien, dus we gaan even een rondje doen wat zij gaan lopen en ook waar ik straks interviews ga doen. Dus yes, let's go! Nou, dit is straks de boot. Hoi. Het is wel tof zo hoor, de locatie. Ja, echt. Even stiekem kijken. En dan gaan ze hier naar beneden voor vervolgens de interviews die ik ga doen. En dat gaan we straks hierop zetten. Hoe dat eruit gaat zien, dat ga je zo zien. Dat was hem, de rondleiding. Tot nu toe. And now with the other host of Harmony of Hardcore. So, I'm Tabea, for everyone who doesn't know. Yeah, what do you do? Like, tell us. I do live interviews every Wednesday with some of you guys to ask you questions. And I want to hear your stories. Yeah, so today we're like backstage at the stream and we're going to see what happens. I'm very excited for it. Yeah, me too. Yeah. I can't wait. So, show you. Tune in and enjoy. Here we go. Yeah. Hey. Nice. Nice. It feels like festival again. Yeah. So excited. Het is begonnen. I'm doing a lot of stuff actually because you have time, you also have time again to do stuff like hobby wise stuff, you know, like film music as well, and just exercise your stuff. And I'm
think you have to express yourself and show them that you really, really love it, you know, and show them that you miss them and give them, you know, the same feeling, the same vibe. I mean, it's not the same, but yeah, if I'm there, I'm, yeah, for me, they are all in front of me, you know what I'm saying? Although I don't see them, but I freaking love this stuff. You're still very excited to play for them? Of course. De laatste ronde gaan we aftellen van 10 tot 5. De rest doe je in je hoofd. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ik ben gesloopt. Het was echt een super toffe dag. Harmony, thanks dat ik erbij mocht zijn en dit mocht filmen. En ik heb de afgelopen weken super naar mijn zin gehad als gezicht van Harmony of Hardcore TV. Super nice om alle live interviews te doen. En ja, voor degenen die kijken, ik hoop dat jullie het leuk vonden om zo'n behind the scenes te zien. Ik ben nog veel meer van deze dingen van plan. We zijn natuurlijk pas naar een drive-in feest geweest. Dat soort dingen gaan we ook nog veel meer doen. Gewoon toffe initiatieven zoeken in deze tijd om er een feestje van te maken. Ik denk dat dat vandaag zeker gelukt is. Ik ga naar huis. Ik ga slapen. En ja, like je dan meneer. Tot snel. Doei.